Hallo, dit is de vierde aflevering van Zit een oud-wetkundige met de rug naar een boekenkast. Ik heet Jona Lendering en het boek dat ik vandaag voor u uit de boekenkast haal, dat is van Geza Vermes. Het is dit boek hier en het heet Christian Beginnings. Het is een heel leuk boek, het leest vlot weg. En u vraagt zich natuurlijk af waar gaat het over, behalve dan over Christian Beginnings, het begin van het christendom. Misschien is het beste om, voordat ik vertel waar het precies over gaat, u eerst uit te leggen wie Geza Vermes is geweest. Geza Vermes, overleden 8 jaar geleden in 2013, is zijn leven lang bezig geweest met het jodendom, het christendom aan het begin van onze jaartelling. De eerste eeuw van het christendom, zeg maar, vooruit de tweede en de derde pakken we ook nog mee. En we nemen ook de laatste eeuw voor Christus mee van het jodendom. Hij is de eerste wetenschapper geweest die de Dode Zeerollen identificeerde als een verzameling teksten van een Joodse groepering die bekend staat als de Essenen. Of dat waar is, daar hebben we het even niet over. Ik betwijfel het zelf, wat dat betreft ben ik een Groninger. Maar het is een hele bekende hypothese die eigenlijk lange tijd, zeker tot 2010, heeft gegolden als de standaard interpretatie van de Dode Zeerollen. Kortom, het is een man die wel iets te melden had dat lange tijd bekleefde als de juiste interpretatie, of in ieder geval de dominante interpretatie. Hij zwierf een beetje tussen jodendom, christendom heen en weer. Hij is enkele keren van geloof gewisseld ook. En zijn bekendste boek, en een heel toegankelijk boek ook, is zijn boek Who is Who in the Age of Jesus. Maar daar ga ik het vandaag niet over hebben. Het gaat over dit boekje dus, Christian Beginnings. Het is kort voor zijn dood heeft hij het gepubliceerd. Het is niet zijn allerbeste werk, maar het is wel heel erg leuk. Hij vertelt, om te beginnen, dat Jezus van Nazareth een charismaticus was. Nou, daarvan gingen er in de oudheid 13 in een dozijn en niet alleen Joden. Je hebt ook Apollonius van Tyana, dat is de eeuwige kandidaat die altijd naast Jezus wordt gezet, omdat het een tijdgenoot was. Maar je kunt ook denken aan Alexander van Abnetigus. We hebben de diverse profeet die in Sicilië een slavenopstand heeft geleid. We hebben een Babyloniër ergens zitten. Kortom, er is wel het een en ander op dit vlak. En Jezus onderscheidde zich van dit soort mensen doordat hij heel duidelijk verwachtte dat het einde van de tijden nabij was. Dat bleef ook bij zijn eerste leerlingen een belangrijk aspect. Denk aan de apostel Paulus die zijn volgelingen verzekert. Ja, ook al zijn er wat mensen overleden, echt, jullie maken de wederkomst Christi nog wel mee. Nou, die allereerste groepering van vroege christenen, enigszins, nou sterk nog, heel erg geïdealiseerd, is die geschetst in de Handelingen van de Apostelen. Er is een andere tekst die dat leuk documenteert. Dat is de Die Dag. Hè. Die heb ik hier even in de handen. Licht spiegelt een beetje, maar ik hoop dat u het goed ziet. De Die Dag heet die tekst. De leer van de 12 apostelen. Een tekst die in de loop van de eerste en tweede eeuw is aangegroeid. En die heel aardig documenteert hoe de christenen leefden die nog binnen het jodendom opereerden. Zij onderhielden de wet van Mozes, zetten de bekende discussies, halachische discussies voort. En deze vertaling die vind ik erg fijn, die is van Arjan de Kok. En de Kok geeft ook heel duidelijk aan waar de parallellen zitten met de toenmalige Joodse literatuur. Dus de Mishnah, de eerste grote optekening van farizeese, van rabbijnse wijsheid. Nou, die Joodse groep, de wetsgetrouwe, messiaas beleidende Joden, christenen, hoe je ze noemen wil. Daarnaast hadden we Paulus, die de heidenen erbij haalde. Dan hebben we ook de groep rond Johannes. Het zijn maar etiketten, maar die groepen die hebben we, die kunnen we ook volgen. En Vermes volgt, ze geeft aan hoe die dus functioneerden, hoe zij loskwamen uit het standaard Jodendom. En nou, die relatie raakt verstoord. Na het jaar 70 is de tempel verwoest. En zowel de christenen als de rabbijnse joden, of de late fariseeën, dat is een overgangstraject, claimen het ware geloof te hebben. En ja, dan krijg je dus conflicten. Je proeft ze al in het evangelie van Johannes, het evangelie van Matthäus. Je proeft ze ook in bijvoorbeeld de brief van Barnabas, dat spel je zo. Daarin gaat het wel van
Van dik hout zaag men planken. Mocht u trouwens nog willen weten hoe de Didache gespeld wordt, dat spel je dus zo. En Arjen de Kok spel je zo. Dat kaartje was ik zojuist even vergeten. Kortom, de Didache, de brief van Bar, toont, de Didache toont een Jodendom, Christendom waar het nog overlapt. En de brief van Barnabas toont verstoorde relaties. Nou, vervolgens gaat Vermes al die andere teksten langs, één voor één, tot hij bij het concilie van Nicea komt in 325. En het aardige is, en ik denk dat het daarom ook een belangrijk boek is om te lezen, hij documenteert heel erg mooi een gedachte die ook al in de brieven van Paulus zit, namelijk dat de drie-eenheid niet helemaal gefunctioneerd heeft als een gelijkheid. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest, ze zijn niet helemaal hetzelfde. Dat is wel de officiële christelijke geloofsleer geworden later. Dat God de Vader en God de Zoon wezens gelijk zijn. Maar dat is niet helemaal wat Vermes documenteert in de bronnen die hij bestudeerd heeft. En dat zijn er heel veel. Hij komt echt tot de conclusie van daar zijn rangorde in. God de Vader staat aan het hoofd van Christus, God de Zoon. Zoals Christus aan het hoofd staat van de kerk en zoals de man staat aan het hoofd van de vrouw. Dit heb ik niet bedacht, dit is hoe Paulus het formuleert. Dit soort formuleringen vind je heel erg veel. Officieel heet dit standpunt subordinationisme. En dat spel je zo als u het lezen kunt, subordinationisme. Je zou kunnen denken met een plaagstoot dat Gezer Vermes uiteindelijk heeft geconcludeerd dat de Jehovah-getuigen het de juiste visie hebben op de relatie tussen God de Vader en God de Zoon. Ik bemoei me verder niet met dit soort theologische disputen, maar ik vind het wel een aardige constatering dat de drievuldigheidsleer, dus dat God de Vader en God de Zoon, God de Heilige Geest, wezens gelijk zijn, dat die in de vroege documenten niet zo goed te vinden is. Overigens zullen theologen niet helemaal eens zijn met de wijze waarop ik het zeg. Maar daar gaat het mij nu eigenlijk niet zo om. Het gaat mij erom dat er dus meer visies zijn dan de orthodoxe. En dat ook goed gedocumenteerd is. Is het een goed boek? Ja, ik vind het wel. Het is gewoon lezenswaardig. Hij documenteert alles goed. Hij heeft uiteindelijk een iets wat gemakzuchtige oplossing voor de totstandkoming van het drievuldigheidsdogma. Daar hoeven wij het nu niet over te hebben. En af en toe denk je, ja, je gaat nu wel heel erg met grote stappen door de materie heen. Zo heeft hij het over de brieven van Ignatius. Dat is een bisschop die op een zeker moment voor de leeuwen is geworpen. In dit geval zal ik echt vast dat wilde dieren een einde hebben gemaakt aan zijn leven. Maar Ignatius heeft een aantal brieven geschreven en hij neemt zonder meer voetstoots aan dat die echt authentiek zijn. Het vervelende hier is echter dat die brieven het bisschopsambt als heel belangrijk vonden stellen. En dat is nou net een laat tweede eeuwse ontwikkeling, terwijl hij zou zijn overleden aan het begin van de tweede eeuw. Het kan zijn dat hij een vroege voorstander is geweest van het bisschoppelijk ambt, dat kan. Het alternatief is, de brieven zijn later aan hem toegeschreven. We hoeven het daar niet lang over te hebben. We hoeven het ook niet lang te hebben over het subordinationisme en over de drievuldigheidsleer. Allemaal heel interessante materie, heel belangrijke materie ook. Maar het is ook een beetje voer voor theologen. Als historicus vind ik dit gewoon een heel fijn boek. Het is een inleiding in een belangrijk vraagstuk. Waar komt het christendom vandaan? Hoe is het losgekomen uit het jodendom? Het is niet zonder zijn gebreken, maar het is een fijn boek om te lezen. Ik las het zelf op Curaçao, heb er goede herinneringen aan. En ik denk dat u er ook veel plezier aan zal bewijzen. Het is het laatste werk dat Gezer Vermes, een van de grootste geleerden in zijn vakgebied, heeft nagelaten aan ons. Mooi werk. U moet het lezen als u belang stelt in het ontstaan van het christendom uit het vroege jodendom.